expect nothing less. Hallo Tiny Pingwings en wat leuk jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag gaan we, zoals jullie aan de titel al kunnen zien, een review maken van Ghost Recon Breakpoint, dames en heren. De serie die Captain Gotham en ik samen eigenlijk helemaal niet hebben uitgespeeld. Voor de hele goede reden dat we er gewoon geen zin meer in hadden. We hadden er echt daadwerkelijk geen zin meer in, dames en heren. En dan ga je waarschijnlijk afvragen van, hoe gaat dat komen? Wordt het wel een goede review? Gaat de game er goed vanaf worden gebracht? Ja, het antwoord is ja, dames en heren. Want het is helemaal geen slechte game. Maar dat en meer in deze review, dames en heren. Doe even een duimpje omhoog als je dit soort content dan leuk vindt. Laat even weten in reacties waar ik nog meer reviews over moet maken. Ik maak reviews over musicals, films. Ik maak uiteraard game reviews. Maar ook, eigenlijk over alles maak ik reviews, dames en heren. En willen jullie nou dat ik een specifiek ding review? Laat even weten in de reacties, dan gaan we daar natuurlijk even gewoon naar kijken. Maar in deze aflevering gaan we ons dus focussen op de serie Ghost Recon Breakpoint. En ja, dames en heren, de game, om het even in te luiden, gaat als volgt. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint is een tactisch schietspel ontwikkeld door Ubisoft Paris. Het spel werd uitgebracht op 4 oktober 2019 voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. Op december 2019 werd het spel uitgebracht door Google Stadia. Dus uit de Tom Clancy Ghost Recon serie, wat tevens ook een boekenserie is. We hadden geen idee, dat is ook een beetje een meme geworden, maar het is uit een boek van Tom Clancy. Ik lees niet veel boeken. Nog een ding, dames en heren, boekreviews. Het zou zomaar kunnen. Ik ben niet heel erg vies van lezen, het is gewoon meer dat, ja, met alle technologie, met de series, met de vette games die uitkomen, met allemaal andere vette dingen die ik kan doen. Voor mij persoonlijk past lezen niet meer in mijn tijdschema. En ik denk dat dat voor veel jongeren zo het geval is. Eigenlijk voor veel mensen tegenwoordig ook. Bijvoorbeeld mijn moeder leest bijvoorbeeld heel erg veel. Dat kies ze eigenlijk vaak gewoon boven het kijken van series en zo. Dat kan ze gewoon meer. Misschien moet ik ook wel tijd vrijmaken om een keer een goed boek te lezen. Misschien een goed boekreview. Wie weet, dames en heren. Ik ben daar niet vies van. Ik kan best lezen. Maar om het even te vervolgen, want we zijn natuurlijk bezig met deze serie. De genres zijn tactisch schietspel, computerrollenspel en avonturenspel. Modus is multiplayer en de platforms heb ik net al opgenoemd. En het is uit de Tom Clancy serie. Ik heb zelf niet heel veel Tom Clancy games gespeeld. Ik heb wel Rainbow Six Siege, was ook een Tom Clancy game. Die heb ik ook al een paar keer gespeeld, maar ook niet zo gek veel. Was een extreem tactisch iets. Ik ben meer iets van het rushen en zo. Maar dit is dus eigenlijk één echte eerste Tom Clancy game die ik gespeeld heb. Hij was best wel erg in de korting. Dat is ook de reden waarom wij hem eigenlijk hebben opgepakt als serie. Omdat het was niet zo heel goedkoop, of was niet zo heel erg duur. Dus we dachten van, laten we hem gewoon lekker even oppakken. En laten we even gewoon beginnen met de positieve dingen, dames en heren. Want ondanks dat we de serie niet hebben afgemaakt, de game is heel erg goed, dames en heren. Hij zit technisch heel erg goed in elkaar. De open wereld, grafisch, is heel erg veel aan gewerkt. Is heel erg vet. Allemaal verschillende continenten die je kunt, verschillende plaatsen die je kunt ontdekken. We hebben lang niet eens de hele map gehad. Het is ontiegelijk groot. Grafisch ziet het er ontiegelijk goed uit. Ook voor een PlayStation 4 2019 game. Er is zelfs een eigen landje. Mijn eigen landje zat er zelfs in. Infinity. Het heet letterlijk Infinity. Nou, dat zijn allemaal bonuspunten voor de game. Heel veel vehicles. Het is natuurlijk een third person open wereld shooter spel. Dus het schieten, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat is heel erg lekker. Je wapen customization is heel erg diep. Je hebt heel veel verschillende wapens in deze game te proberen. Je kunt ze echt tot elk minuscule detail kun je ze aanpassen. Met dampers en al. Met kleurtjes. Je kunt wapens schoonmaken. De details zijn echt heel erg diep. Hetzelfde geldt voor de vehicles, dames en heren. Er zijn heel erg veel vehicles in deze game. Je hebt ook vliegtuigen, je hebt helikopters. Noem het eigenlijk allemaal op. Alles wat je eigenlijk wil hebben in een third person open wereld game zit in deze game. En is goed geëxecuteerd. Eigenlijk weinig glitches, weinig bugs, vrij weinig van die dingen meegemaakt. Dus technisch kan ik helemaal niks slechts zeggen over deze game. Dus je zult je eigenlijk gewoon bijna afvragen, waarom de hel hebben jullie
dit spel dan niet gewoon uitgespeeld? Nou, dit spel heeft dus, is dus verdeeld over 3 hoofdstukken. 1 hoofdstuk is eigenlijk het hoofdspel. Het hele, ja, eigenlijk gewoon het hele verhaallijntje. Hoofdstuk 2 en 3 zijn DLC's. Zijn DLC-packjes die ook inbegrepen waren in onze versie. Maar daar kom ik bij het volgende. Het verhaal. De hoofdstukken die je doorloopt. Het is heel erg representatief. We hebben ongeveer 29 afleveringen gemaakt. En de eerste 10 afleveringen, 10, 15, ging het allemaal nog wel. Maar wij merkten op een gegeven moment eigenlijk een beetje een dalende lijn in onze commentary. Een dalende lijn in nieuwe dingen die de game introduceerde. Want eigenlijk introduceerde deze game helemaal niks nieuws meer op een gegeven moment. Als je kijkt naar wat ze allemaal hebben qua vehicles, qua map designs, qua diepgang dat deze game heeft, ook met de gadgets, met de drones en met noem het eigenlijk maar op. Je hebt natuurlijk de bijpassende gadgets die horen bij een Tom Clancy game. Maar ze doen er eigenlijk helemaal geen ene reet mee. In ieder geval niet in het hoofdverhaal. Wij zijn tot act 2 gekomen. Je hebt 4 acts, dus we zijn om de helft gekomen en we kunnen gewoon niet meer. Het is letterlijk de hele tijd hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde. Je gaat naar een specifieke kamp toe. Of je krijgt een opdracht van iemand. Je gaat naar die opdracht toe. Die opdracht is eigenlijk niet 99% van de tijd, maar eigenlijk letterlijk 100% van de tijd een kamp leegschieten. Je krijgt een kamp voor je neus. Je moet die enemies neerknallen. Dat is de eerste paar keer leuk, maar als je dat letterlijk 20, 30 keer, en die cijfers, dat is niet overdreven, achter elkaar moet doen, dan begin je toch wel qua commentary, qua content dat we maken, beginnen toch wel een beetje lastig te krijgen van ja, het is wel de hele tijd hetzelfde. En het verhaal is ook niet interessant. De cutscenes zijn oninteressant. De mensen zijn eigenlijk oninteressant. En de gameplay, de repetitieve gameplay de hele tijd. De hele tijd van kamp naar kamp naar kamp. Kamp neerschieten, informatie verzamelen, degene raadplegen, teruggaan naar diegene. En hetzelfde weer opnieuw doen, alleen dan bij een ander soort kampje. In een ander landje. Dat is eigenlijk wat de gameplay is. En het had zoveel meer kunnen zijn. Ze hadden races kunnen introduceren. Ze hadden meer stealth missies kunnen introduceren. Ze hadden heel veel interessante dingen kunnen introduceren. Convoys die je misschien moest neerhalen. Maar het zijn letterlijk alleen maar copy-paste missies voor ons gevoel. En ja, voor de gemiddelde speler denk ik dat dat gewoon oké is. Ook voor als je gewoon met een groep speelt. En je kunt gewoon lekker lollen in deze game. Je kunt lekker fucken in deze game. Met de arsenaal die je hebt. Met de wapentjes die je hebt. Met de customization die je kunt doen. Dat is allemaal hartstikke prima. Maar wij die een serie maken. Wij die aan het opnemen zijn. En die eigenlijk ook, wij moeten eigenlijk ook commentary leveren. En wij moeten ook speciale, ja, we zijn aan het opnemen. We weten dat de camera's op ons gericht zijn. En als we op een gegeven moment niks meer te vertellen hebben, ja, dan wordt het toch lastig. En we merkten ook allebei dat we er steeds minder zin in hadden om de game eigenlijk af te ronden. Want het verhaal was niet boeiend en de gameplay was op een gegeven moment niet meer boeiend. We hadden het eigenlijk wel gezien, dames en heren. En dat is eigenlijk de reden waarom we de serie hebben stopgezet. En dat is gewoon heel erg logisch, dames en heren. De game is echt niet slecht, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Borderlands, zou je ook kunnen stellen, we hebben elke Borderlands hebben uitgespeeld, echt tot de Telltales toe. Zou je ook kunnen stellen dat is een repetitieve gameplay? Ja, omdat je bent ook veel aan het schieten, je bent ook veel aan het reizen. Hier af en toe misschien een keer een puzzel, maar dat is het ook voor Borderlands. Klopt. Maar Borderlands had een heel pakkend verhaal met leuke characters, met heel veel humor. En dat heeft deze game absoluut niet. Deze game heeft de goede gameplay, maar mist eigenlijk de ziel van een goed verhaal. En waar Captain Gotham en ik een beetje naar op zoek zijn, is eigenlijk een goed verhaal. Wat we samen kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld net als wat we hadden bij een Borderlands, wat ik net al zei. Of bij een It Takes Two of bij een Way Out. Dat zijn verhalen die, dit is meer een game wat leuk is voor een random game. Dat je gewoon een paar afleveringen in de open wereld een beetje loopt te kutten. Dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment, we zaten tegen de 30-ish afleveringen aan. Dachten van ja, we hebben het wel gezien. Dus dat is de reden. Dus het is absoluut niet dat het een slechte game is. Het is absoluut niet dat we zijn gestopt door de vele bugs die het had. Net als Sackboy bijvoorbeeld had. Daar zijn we ook niet mee gestopt tevens. Maar ja, die problemen had de game helemaal niet. Maar wat het wel had is gewoon dat het paste gewoon niet in ons straatje. Het past niet wat wij willen laten zien op YouTube. En dat is eigenlijk de redenering waarom wij er gewoon mee gestopt zijn, dames en heren.
Maar absoluut geen slechte game. Echt niet. Het is heel lastig voor mij om een review op deze manier te maken. Van te zeggen, ja, we hebben de game niet uitgespeeld, maar het is toch een goede game. Dus ik hoop dat het wel een beetje duidelijk is voor jullie. Er zat gewoon niet genoeg variatie in voor ons. Maar om, ja, om de game uiteindelijk toch een cijfer te geven met de goede wapen, met de goede gameplay. Het rijden was heel soepel. Alles werkte gewoon, vooral omdat het een coöperatief spel was. Je kunt het ook in je eentje spelen, maar volgens mij kun je met 4 max erin zitten. Ja, we hebben dus de hele game gewoon met z'n tweetjes afgelegd. En eigenlijk nooit problemen mee gehad. Alleen, ja, voor wat de game is kun je er echt niks slechts over zeggen. Ik bedoel, het is duidelijk niet de game. Het is duidelijk niet de main focus van de game om een heel goed pakkend verhaal neer te leggen. Het gaat echt puur, maar dan ook echt puur om de gameplay. En ja, dat moet maar gewoon zo lang leuk blijven. Wat ik wel voorstel, dames en heren, is deze game, ja, is volgens mij best wel heel erg veel afgeprijsd. Dus ik zou daar wel een beetje op letten, want het is zeker een game waardig om een keer te spelen. Het zit heel goed in elkaar nogmaals, dus ja, ik moet deze game echt wel gewoon minste omstandigheden gewoon een 8 geven. Dat verdient deze game absoluut. Ik zie mezelf zelfs ook nog wel een keer terugkomen op deze game. Om gewoon alleen een beetje rond te kijken, alleen een beetje wat missies te doen. Want ik hou wel gewoon van een goede shooter game. Ik ben altijd wel van de shooters. Dus ja, deze game heeft het gewoon alles. Maar ik denk dat eigenlijk deze review wel concludeert, dames en heren. Dus mochten jullie deze serie nou over het algemeen ook leuk hebben gevonden. Want we hebben gewoon hele leuke dingen meegemaakt in deze serie. Absoluut. Ik ben blij dat het op mijn kanaal staat. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet dan ook niet op dat belletje drukken om door te zijn van elke nieuwe video. En ja, kijk ook eventjes op mijn Instagram, Michaels1000, daar wordt het aangekondigd wanneer er weer een bonusvideo online komt. Bonusvideo's worden daar gewoon allemaal aangekondigd. Daar heb ik ook wel eens kleine mini-reviewtjes op staan. Ook allemaal leuke extra content. TikTok en zo staat ook allemaal socials beneden. Natuurlijk even op het kanaal van Captain Gotham abonneren. Die betrek ik ook altijd even bij mijn reviews. Omdat ja, zonder hem was deze serie niet aanwezig. En zonder hem kon ik dus dadelijk ook deze review niet maken. Dus ook in de reviews van de desbetreffende series die wij samen doen, zet ik Captain Gotham eventjes linkje in de beschrijving. Dus abonneer op Captain Gotham. En dat is het voor deze aflevering, dames en heren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik check jullie de volgende keer. Later.